MS is een chronische ziekte. Het is dan ook van groot belang dat je zelf de regie houdt over jouw zorgproces. Zorgverleners treden op als raadgever, geven informatie en ondersteunen je in dit proces. Aanvaarden dat je MS hebt en ermee leren omgaan heeft tijd nodig. Misschien moet je leren omgaan met gevoelens als angst, boosheid, onzekerheid, depressie en verminderd zelfvertrouwen. Ook in het dagelijks leven kan je tegen problemen aanlopen. Zo kunnen de klachten van MS het moeilijker maken om je werk te doen. Ook kan door de MS je rijvaardigheid achteruit gaan. Dit door bijvoorbeeld krachtsverlies of moeite met concentreren. Neem tevens de vermoeidheidsklachten serieus. Deze kunnen namelijk een grote impact hebben op jouw leven. Je neuroloog, MS-verpleegkundige en verpleegkundig specialist kunnen praktische adviezen geven over omgaan met vermoeidheid. Ook kunnen mensen met MS last hebben van seksuele problemen, zoals vaginale droogte, erectieproblemen en moeite om een orgasme te krijgen. Mocht je zwanger zijn, dan ervaar je wellicht minder klachten door de afname van het aantal sjoeps, terwijl het aantal sjoeps en de klachten na de bevalling vaak toenemen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de schommelende hormoonhuishouding.